jullie welkom bij An en Sel. We weten het wel, dus. Deze week weer nieuwe vragen. Kom maar op, kom maar op, kom maar op. Ben je er klaar voor? Ja. Oké, ik ga het er even bij pakken. De eerste vraag was voor mij heel herkenbaar, vooral toen ik wat jonger was. En ja, ik moet je eerlijk zeggen, nog steeds vind ik het dus wel, ja, ik vind het niet leuk. Als ik zelf ja. Hoi An en Sel, soms heb ik dagen dat ik opsta en mezelf niet mooi vind. Hebben jullie dat ook en wat doen jullie eraan? Meisje van 15. Nou, ik kan je vertellen, het is niet leeftijdsgebonden. Nee, maar ik had het vroeger wel vaker. Ja, ja, ik had het juist minder. Echt? Op 15? Ja, zeker wel. Oh nee, dat had ik vroeger echt vaker juist. Dus wij hebben dit ook. Ja, wij hebben dit ook. En wat doen we eraan? Wat doe jij eraan? Soms laat ik het zijn voor wat het is. En dan mag ik gewoon een beetje, denk ik gewoon, nou vandaag hoef je niet altijd knap te voelen of leuk. Of... Dat kan ook niet, denk ik. Nee. Je kan niet elke dag denken, oh ik voel me vandaag zo fantastisch en ik ben mooi. En... soms heb je gewoon dagen dat je denkt, laat me met rust. Ik doe gewoon in een joggingbroek en een hoodie rondlopen. Ja. Dat kan ook gewoon. Wat ik trouwens overigens hele leuke outfits vind. Ja. Het kan gewoon. Het kan ook gewoon mooi zijn in een joggingpak en een hoodie hoor. Ja. Nou, en soms ga ik me extra juist wel een beetje aandacht geven door mijn nagels te lakken of wel mijn haar. Want ik denk, ja, als je er ook soms juist in zo'n eruit gaat zien, voel je ook zo. Het versterkt het vaak wel. Ja. Ja. En ook heb je er dan soms niet echt zin in, weet je. Soms denk ik ook, oh, moet ik weer allemaal make-up, haar en dit en dat, weet je. Want af en toe is het nog best wel een klus. Maar dan ga ik het toch doen en dan heb ik het gedaan en denk ik, nou. Het heeft toch wel geholpen. Het heeft toch wel... Ja, en dat is dan uiterlijk. Maar qua innerlijk, soms doe ik gewoon echt hysterische liedjes op. Dat ik lekker kan meeblaren en me lekker voel. En dat helpt meestal ook. Ja. Dus ja, wij hebben het ook inderdaad. Wat doen we eraan? Soms laat het gewoon lekker. Je hebt af en toe ook wel eens een off day. En als je denkt, nee, ik wil toch vandaag geen off day. Dan ga gewoon spring onder de douche. Doe je haar, doe je make-up op. Trek wat leuks aan. En ja, waarschijnlijk voel je je dan ook wel wat beter. Ja, en ga gewoon. Gewoon gaan. En dan komt vanzelf weer een nieuwe dag. Ja. En dan hebben we nu question. Ja. Klaar voor? Ja. Oké. Hoi An en Sel. Iedereen in mijn vriendengroep heeft een vriendin en ik niet. Ik wil ook wel een vriendin, maar er is eigenlijk momenteel ook niet echt iemand die ik leuk vind. Wat vinden jullie hiervan? Nou, het eerste wat ik denk is, je moet niet iemand dan maar uit gaan zoeken en denken van, oh, want dan heb ik ook een vriendin. Je hoeft toch niet, je bent toch geen schaap? Nee, maar ik snap wel dat je, als je hele vriendengroep iemand heeft, dat je soms denkt, ja, net als met Valentijnsdag, dat soort dingen, dat je soms ook denkt van, oké, ik ben gewoon alleen. Maar dat zijn de leuke momenten. Totdat je vrienden ruzie hebben met hun vriendin en dan denk jij, oh, die hoofdpijn heb ik niet. Heb ik niet. Ja, dat is relaxed. Probeer het zo te zien. Denk gewoon van, oh wat lekker, ik hoef niet te bellen, ik hoef niet mijn aandacht te verdelen. Ik kan gewoon doen waar ik zin in heb. Zonder dat gezeik. Ja. Soms ook gewoon gezeik. Dat is ook wel lekker. Maar niet iemand gewoon nemen omdat je vrienden het ook doen hoor. Nee. Je komt vanzelf iemand tegen. Toch? Dat weet ik niet, maar ja, soms is alleen zijn ook gewoon goed. Ja, dat denk ik ook. Ga je toch gewoon het leukste met iemand anders? Ja, je kan net zoveel plezier hebben ook gewoon met een normale vriendin of vriend. Ja. Misschien zelfs wel soms meer. En misschien afspreken zonder vrouwtjes erbij dan. Dat kan ook. Zeg gewoon tegen iemand, zeg luister, laat eventjes die meisjes en we gaan eventjes gewoon mannenavond doen. Ja. Ja toch? Ja. Vind ik echt. Dat is echt een top idee. Soms heb ik ook wel behoefte aan vrouwenavond hoor, denk ik. Ja. Oh, die mannen. Ben je klaar voor question? Oh, deze vind ik 3! Nee, jij deed zo. 3. Nu doen we hem andersom. Oh, ja. Oké. Hoi An en Sel, ik heb met mijn ouders een afspraak dat als ik voor mijn 18e niet zou roken, zij mijn rijbewijs zouden betalen. Nu heb ik toch gerookt. Zou ik het vertellen of niet? Nee. Wat? Nee. Oh. nee, maar je hebt een sigaret. Ik lees het als je hebt een sigaret gerookt, dan maak je geen roker. Nee, maar er staat niet... Gewoon niet meer doen. Dat je nooit zou roken. Niet dat je geen roker zou zijn. Nee, An, nee. Ik zal niet zeggen. Echt niet? Nee, ik niet. Oh, ik wel. Ik denk ik wel. Nou weet ik eigenlijk niet. Nu wel. Nu tegenwoordig wel. Omdat ik echt zou denken van ja, sorry, maar ik wil gewoon eerlijk zijn. En eerlijkheid duurt het langst. Maar ik weet niet of ik het had gedaan als ik jonger was geweest. Want toen ik rookte vertelde ik dat ook niet hoor aan mijn ouders. Nee, dus niet zeggen. Nee. Nee, niet zeggen. Wel zeggen. Nee, waarom? Nou ja, ik weet. Ja, ik wil die auto. Dan stop ik wel met roken. Ja, kijk, je kan ook zeggen. Dat stop ik gewoon. Je kan ook zeggen, ik weet dat, ik wil eerlijk tegen jullie zijn. Veel ouders waarderen eerlijkheid, hè. En niet alleen ouders, maar mensen in het algemeen. Ik heb het toch gedaan, maar ik stop er nu mee. Nou, je kan... Dat zou ik trouwens ook sowieso wel gewoon doen hoor. Want het is echt super irritant om verslaafd te zijn aan roken. Dat is echt zo. Dus, nee, nou, weet je, de meningen onder ons zijn verdeeld. Laat ons gewoon weten wat jij zou doen en stuur ons gewoon eventjes een berichtje, reageer hieronder in de comments. Kijken wat er... Ik ben wel benieuwd. Ik ben er slecht wie het zou doen. Niet luisteren naar mij. Nou ja, misschien zijn mensen wel met jou eens. Dus ik ben heel erg benieuwd. Laat het ons weten. Nou, we gaan weer. Yes. Question 4? Nee. Nee? Nee, question 4 is voor volgende week. Oh ja, dat is wel lekker. Ja, we gaan volgende week gewoon weer lekker verder, want we hebben nog wat vragen. En er komen elke keer weer nieuwe vragen bij. Dus volgende week zijn we er weer met An en Sel. Weet je het wel? Nee. Maakt niet uit. Ik doe het even voor jou. Je ouders weten meer dan dat jij denkt dat ze van je weten. Mijn vader vertelde me laatst dat hij een keertje achter me aan is gegaan. Om te kijken waar ik heen ging. En of ik mijn brommer wel op slot zette.